aantal weken geleden vroeg ik jullie om te vertellen wat jullie graag willen zien. Daarop kreeg ik reacties natuurlijk. Onder andere of ik een video in het Nederlands wil doen. Nou, bij deze. En aangezien die mensen ook vroegen over voeding. Voor deze video dus in het Nederlands en over voeding. Jullie vroegen namelijk wat ik eet op de fiets of wat je mee kan nemen. En ook eventueel over vegan opties voor op de fiets. Dus laten we daarmee van start gaan. Oké, het eerste voedingsmiddel wat ik wil bespreken is vandaag, jawel, de banaan. Ik denk dat elke fietser wel een banaan meeneemt of ooit heeft gegeten op de fiets. Dus ja, die zou ik zeker aanraden om eventueel mee te nemen. Het enige is natuurlijk, is niet zo handig om heel veel van mee te nemen. Dus voor korte ritjes prima. Van zeg 2 uurtjes of zo, 2 bananen in je zak, prima. Maar goed, ga je langere ritjes maken, dus bijvoorbeeld in het weekend wat langere duurtraining of iets dergelijks. Dan is het verstandig om over te gaan op repen. Of je moet natuurlijk onderweg heel veel appeltaart gaan eten. Maar ik denk niet dat dat de beste optie is. Dus voor langere ritten zou ik overgaan op energierepen. Of energiegels of iets dergelijks. Of natuurlijk gewoon voeding wat in je drank verwerkt zit. Maar laten we beginnen bij repen. Nou, ik eet eigenlijk alleen maar op de fiets Cliff Bars. Dit is natuurlijk deels omdat ik heel erg fan ben van Cliff Bars. Maar anderzijds ook omdat ik ambassadeur ben van Cliff Bars. Dus eigenlijk mag ik niks anders gaan vertellen natuurlijk hier. Maar goed, buiten dat fiets ik hier eigenlijk al misschien wel 1 jaar of 4 op. Dus ja, het is niet zo dat ik niks anders zou willen promoten. Maar voor mij werkt het gewoon prima. Dus deze repen voor lange duurtraining neem ik dan mee. Ook heb je tegenwoordig Cliff Blocks. Ja, ze zijn al wel even. Maar ja, deze zijn ook heel erg fijn. Het zijn een soort winegums. Dus dit kun je een beetje vergelijken met ja, een soort van gel-achtig iets. Alleen dan in winegum vorm. Want het is wel iets wat snel energie geeft. En dit gebruik ik dan ook ja, meestal of er tussendoor. Of bij wijze van spreken, nou ja, als we even denken aan Frankrijk bijvoorbeeld, dat je op een klimmetje zit en nou, dat je nog, ik noem wat, 1/2 uurtje moet fietsen of zo. Neem je een paar van deze, die zijn iets makkelijker weg te kouwen op een klim als natuurlijk zo'n hele cliffbar. En dan heb je gewoon nog even voor de laatste 1/2 uur bijvoorbeeld genoeg energie. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik meeneem aan voeding. Dan heb ik natuurlijk ook nog drinken bij me. Meestal heb ik in ieder geval een bidon met water. Ja, af en toe een bidon met sportvoeding. De sportvoeding die ik gebruik voor in mijn bidon, dus voor als drinken, is van Win2. Dat is deze. Dit is de lemon tea flavor. Dit is eigenlijk gewoon echt een super fijne drank. Je zou hem eventueel ook zelfs als warme drank in je bidon kunnen doen voor in de winter. Ook dan heb ik hem wel eens geproefd en is gewoon echt super lekker. Dus ja, dit is wat ik in mijn bidon stop. Voor ook langere ritten of gewoon korte en intensieve. Met bijvoorbeeld dus een banaantje erbij. Want tijdens intensieve ritten eet ik meestal geen Cliff Bar. Omdat die gewoon kort zijn. En dan is voor mij een banaan en eventueel wat extra voeding in je drinken voldoende. Natuurlijk zijn er echt nog, nou, misschien wel 50 andere merken waar je ook voeding van kunt eten en voor op de fiets kunt krijgen. Wat het belangrijkste is met voeding is eigenlijk dat je voldoende binnenkrijgt. Dit is natuurlijk van tevoren lastig te bepalen, tenzij je natuurlijk weet van nou, ik ga een rustige rit doen vandaag. Nou, zeg dat je dan 500 calorieën per uur verbrandt en je doet dat voor 4 uur lang. Nou, dus makkelijke rekensom is 2000 calorieën. Wat mijn stelregel een beetje is, omdat ik dit ook wat onderzocht heb en ja, zelf ook wel ervaren heb, is dat je ongeveer de helft daarvan zou moeten nuttigen tijdens die hele rit. Dus als je 500 calorieën per uur verbrandt, zou je dus 250 calorieën moeten eten. Nou, 1 zo'n reep is 270. Ja, 270 ongeveer. Dus dit is voldoende voor 1 uur in principe.
Nou is er nog het feitje dat je misschien honger krijgt onderweg. Dan kun je natuurlijk altijd iets meer eten. Dat is niet erg, want je verbrandt in principe meer als dat je eet. Dus als je een reep eet en een banaan bijvoorbeeld, nou, dan denk ik dat je het uur wel overleeft. Maar ga je nou een fanatieke rit doen en verbrand je misschien wel 6, 7, 800 calorieën per uur, ja, dan is natuurlijk één zo'n reepje niet genoeg. Dan kun je dus eventueel twee repen eten. Maar ja, ik eet eigenlijk meestal gewoon één reep dan. En bijvoorbeeld in 1 uur zo'n heel pakje met bloks. Dat is ongeveer 200 calorieën, als ik het goed heb. Dus plus dit, dan zit je op ongeveer ja, 475, 470 calorieën. Nou, ben je dus ook ongeveer de helft van wat je verbrandt aan het eten. Het is namelijk niet zo dat je alleen maar koolhydraten verbrandt. Tijdens het fietsen, je verbrandt natuurlijk ook vetten. De verhouding van vetten en koolhydraten verbranden tijdens je activiteit is natuurlijk verschillend. Fiets je langzamer, verbrand je meer vetten als koolhydraten. Ga je harder fietsen, verbrand je meer koolhydraten als vetten. Maar vetten blijf je altijd verbranden. Dus ook als je echt knijterhard aan het fietsen bent, zou je nog steeds uiteindelijk vet verbranden. Alleen is het misschien maar 10% en 90% koolhydraten. Dus ja, het is een beetje lastig om te zeggen van nou, je moet dit eten, want dan komt het goed. Dat kan ik natuurlijk niet voor jou bepalen. Sommige mensen kunnen juist heel goed fietsen op weinig voeding. Sommigen hebben misschien wel 3 repen per uur nodig. Ja, dus dat is heel erg verschillend. Ook een beetje hoe je lichaam zijn energie verbruikt en hoe hij het verbrandt en nou ja, al dat soort dingen. Maar ja, ik ben geen wetenschapper, dus daar kan ik niks over zeggen. Ik weet gewoon dat voor mij het werkt als ik in ieder geval 1 reep per uur eet. En dan bijvoorbeeld aanvullend met wat van deze bloks voor een iets intensievere rit. En gewoon op een duurtraining kan ik ook prima op een paar bananen fietsen. Dus dat is een beetje verschillend. En dat is iets wat je zelf een beetje moet uitproberen mocht je ja, hiermee willen experimenteren. Ja, voor de rest kan ik er eigenlijk niet superveel meer aan toevoegen, denk ik. En hoop ik dat je in ieder geval een klein beetje een idee van wat je ongeveer aan, in ieder geval aan voeding zou binnen moeten krijgen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Kijk, wat je dan zelf voor smaak of reep of merk het lekkerst vindt, dat is helemaal aan jezelf. Ik kan in ieder geval Klifbars aanraden. Ze zijn gewoon erg goed. Ze hebben ze in verschillende smaken. Dus ja, kijk zelf even wat je lekker, handig en ja, nodig hebt. En mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik ze natuurlijk graag. En kan ik je misschien iets verder op weg helpen. Oké, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer.